Nou, de verkeersregelaar die regelt hier met de Vierdaagse met name de hele afzetting. Ze regelen de wandelaars, dat die vrije doorgang hebben. En ze doen in samenwerking met de politie oversteken regelen van verkeer. De politie die heeft bij grote kruisingen en bij oversteken vaak de leiding. Daar staan dan 1 of 2 politiemensen, soms wel iets meer. En dan afhankelijk van de grootte van de kruising zetten we daar 1, 2 of 5 regelaars bij. Ik heb vandaag bij de binnenkomst hebben we vandaag 17 regelaars in dienst. Sommigen die hebben een toegangsweg naar de route om die af te zetten. En de anderen staan op de route, die hebben de hele dag met de wandelaars te maken. Ja, het is zo leuk dat je kan helpen om de boel een beetje in goede banen te leiden. En vooral op een leuke manier, met een lach. Zodat mensen toch niet al te gefrustreerd raken, dat ze moeten wachten en al die dingen meer. Dus ja, dat is het leukste. We hebben er perfect weer bij en is het gewoon voor iedereen leuk om te doen. Je krijgt heel veel leuke reacties van de wandelaars, omdat je voor de wandelaars hier staat.